Dit jaar zijn er maar liefst 3 nieuwe podia in Hengevelde. Naast het open-air podium en de mainstage hebben we 3 nieuwe kleine podia met hun eigen thema en aankleding. Zo ontstaat overal een eigen sfeertje. Hete knijters en gloeiende hits in een lekkere foute jus. Bij je discobal laat je jezelf lekker gaan op de hits die je stiekem liever niet gekend had. En dat geeft helemaal niks. Wees fout, vooral in vredestijd. Bij het kampvuur kun je lekker ontspannen en genieten van akoestische muziek. Van Brian Christopher bijvoorbeeld. Deze Britse muzikant reist met zijn gitaar door heel Europa. Op zaterdagavond speelt hij allerlei verzoekjes. En anders weet hij zelf ook nog wel een fijn liedje. Zondagmiddag speelt Living Room hun akoestische covers in een knusse sfeer. Zon, strand, zwoele nachten en natuurlijk Balkan Beats. Op het speciaal voor hem ingerichte Balkan Beach draait de Spaanse DJ Panko invloeden uit Balkan, African en Latin. Panko mixt er een heerlijke cocktail van. Oh ja, cocktails zijn er ook. Laat die zomer maar komen.